Heb Indy die er vrolijk uit gaat staan ademen met 5 seconden. Vervolgens loopt hij die kant op, lag er smoke, een welcome mat en nog een leasing trap. Ja, dat had je nou kunnen kijken op het moment dat je de eerste keer niet rechts was gegaan. Totaal onnodig. Er zat geen enemy, er lag wel een leasing trap. Lekker man. Den Raum verbarrikadieren. Okay. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh, lachen man. Ik moest je nog even playbacken. Ik vind het wel mooi trouwens dat ze mij dan vervolgens wel killen, hè? Die gegner hebben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Maar dat is goed, als ze deze ronde winnen, gaan zij het potje niet meer winnen. Dikke win. Ja. Sicherheitsabstand halten. Hey, maar they can win the battle, but they won't win the war. Tür im Auge behalten. Ik vind dat wel heel mooie logica van ze, weet je. Net wordt er geteamkilled, dan doen ze niks. Nu wordt het team wild, denken ze van, oh, ga ik die gas ook killen, want dan gaan we hem winnen ofzo. Ik weet niet precies wat ze denken, maar... Ja, ik heb ook één keer geneukt, maar... Het is alweer... Ja, godverdomme, waarom moet dat nou... Het moet altijd weer even op een ander niveau dan, hè. Nee, moet je leuk, dit is weer niet goed, hè? Dan moet het weer met meerdere. Ik is een keer blij. Ja, vindt de welke die... Oh, hij schiet de standaard kapot. Ha, je wordt nog steeds gespot, boy. Ziet hij hem? Ja, hij ziet hem. Hallo, Jackal. Jacko kan hem echt niet vinden. Ah, oh, ik kan hem niet meer spotten daar. Een operator des eigenen troeps verblijft. Nur nog één gegner übrig. Ja, maar er zit een gat. Die Valkyrie beweegt veel te veel. Straks hoort ze je, bitch. Ja, en gezien. Ja, vooral niet naar dat gat aan kijken. What the fuck is die Valkyrie aan het doen dan? Wat de fuck is die enemy aan het doen dan? Waarom blijf je bewegen? Ik snap dat echt niet. Waarom blijf je bewegen? Fünf die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Ja, vooral niet rennen. Vooral rustig aan doen. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Ja, dan nog misschien ook. Nou. Wat mooi geweest. Oké, they want the battle, but they won't win the war. Oké.
Castle. Juist, met impact. Castle, ik gooi eerst, ga ik shit open zitten maken bij ze. En dan ren ik naar de andere kant van de map en ga ik me zo insluiten met castle deuren. Oeh, en als ze hoek armor neer, dan ga ik kapot maken. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Yes! Oké, okay, nu moet jij ze gaan irriteren. Die drone der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Die Wand ist Je moet zo nog terug gaan en shit kapot maken met je shotgun. Muren open schieten en zo. Hier rechts staan muren nog. Daar. Haha, de first one falls. Nou, dan moet je niet bij het objective gaan zitten. Je moet gewoon niet helpen. Kijk, dat kan ook. Nur ein kleiner. Ja, ik weet niet. Hoe de fuck is het nog een 1v1? Hoe slecht zijn die enemies? Ik ga met blitz achteraan rennen, denk ik. Ja, ga ik ze flashen. Ik zag al dat je een dikheid wilde zijn. Ik zag net heel even dat er iemand blitz was voordat hij zoiets in haar views. Nee, ik zou het ook niet weten. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ja, kijk, ik loop hier gewoon heel simpel naar die raampjes naast objective toe. En dan ga ik ze gewoon zitten flashen als enemies zitten te challengen. Ja, dat kan ook.
probleem met je deze zien. Ik heb een recharge opgeplakt. Ik hoop dat er nu iemand naartoe loopt. Ik wil zijn schild eraf schieten. Moet hij even stil blijven staan. Hij blijft niet stil staan. Nu gaat dit hier zo te struggelen. Ja. Kruipen voor het water. Nice, ik ben al gekilled. Nice. Ik zit nu gewoon 10 kills uit te lokken. Roy, volgende ronde, dan nemen wij allebei een operator die een zwakke pistool heeft en daar zetten we een suppressor op. Wat jij toch op de meeste dingen hebt, smaakt niet veel. Iets van 5.7 USG of zo, weet je wel. Ja, dat is iets te sterk. Het moet een zwakke pistool zijn. Nee, het moet een zwakke pistool zijn en dan gaan we ze in de voeten schieten de hele tijd. Gewoon de hele tijd achter... Ja, gewoon de hele tijd achter... Ja, als een niet zo al te sterke pistool met suppressor is. Nou, bijvoorbeeld Puls en Castle hebben allebei de 5.7 USG. Ding zegt die dat nog 35 damage doet, maar nooit dat het dat nog doet. Nou, doet hij van Elle ook niet zoveel. Oh, dat is 1 damage meer of zo. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, ich bin down. Kruip. Als een Twitch aankomt, moet je hem kapot schieten. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Bleiben 10 Sekunden. Nee. Oh. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben Fahrgutbehälter lokalisiert. Feuerpause! Gerät wurde platziert. Das Gerät ist am Platz. So, kill me dan. Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Sein Standort ist gefährdet. Ich sprung naar buiten. Ah, jammer, heeft hij Ella... Wacht, jij bent Ella, gelukkig. Ik denk al, hij heeft Ella wat health gegeven, maar jij was Ella. Hij ging op een gegeven moment, heeft hij Vigil health gegeven en toen ging ik weer Vigil achterna. Heb ik Vigil nog weer te weinig leven geschoten. Ze hebben ihre fossiele Gegner van de Sicherung des Behälters abhalten. Ik lade jetzt nach. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Nice. Yeah, verloren. Mission gescheitert. Zo doen we dat, Roy. Ze hebben mij nog niks gestuurd. Ik verbaas me erover. Dat komt zo waarschijnlijk wel, want nu hebben we verloren. Net waren ze nog aan het tryharden.